Ik ben Henk Sleuring. Ik ben geboren en getogen op dit melkveebedrijf. Ik ben getrouwd met Nelleke. Samen hebben we 6 kinderen ontvangen. Mijn ouders zijn hier begonnen in 1965. Wij zijn de tweede generatie. En dan komt toch gelijk de knellende vraag: is er nog toekomst in dit prachtige, mooie gebied voor de nieuwe generatie, de jonge generatie? Er zijn op dit moment veel bedreigingen die op ons als landbouw afkomen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek, de legalisering van de pasmelders, maar ook de tegenstrijdige belangen van het waterpeil in dit gebied voor zowel de landbouw als de natuur. Als SGP staan wij voor een duurzame landbouw. En die bestaat zowel uit biologisch als gangbare, hoogproductieve bedrijven. Maar we staan als SGP ook voor een eerlijke en een goede waterverdeling in dit gebied voor zowel de natuur als de landbouw, om de droge en de natte perioden goed door te komen. Het is een gebied waarin van ouds een specifieke plaats was voor zowel de natuur als de landbouw. En dat willen we ook graag zo behouden. Elkaar niet aanvallen, maar aanvullen. Het is Gods schepping. En wij als mens hebben de opdracht om deze schepping te bebouwen en te bewaren. Ook voor de jonge, de toekomstige generatie. En ik zou zeggen, stem 15 maart op de SGP, zowel voor de provincie als voor het waterschap, en wij nemen ook uw belangen mee.